Vandaag is er een heel groot feest, want ANWB Automaatje van Uithoren, die rijdt een 7500ste rik. En tegenover mij staat... Ronnie. Ronnie, jij gaat zo meteen de mevrouw halen, begrijp ik? Klopt, ja hoor. En, ja, mevrouw Baptiste. Ja, heb je er al vaker in de auto gehad? Regelmatig. Oh, je kent haar al? Ja, ik ken haar heel, heel goed. Ah, ja, leuk. Ja, ik ben regelmatig naar de Schutse of naar de Bilderdijkhof. Gaat ze gezellig een ochtend zingen. En dan haal ik er, wanneer ze uitgezongen is, haal ik er weer terug. Nou, gezellig. Ja. We zijn benieuwd. Nou, zeker. Leuk. En ik doe het zo graag. En waarom? De mensen zijn altijd dankbaar. En dat, dat geeft zoveel plezier. Ja, dat is dan wederzijds. Ik doe het met heel veel plezier. José de Robles, onze wethouder. U bent ook aanwezig op dit mooie feest. Wat betekent Automaatje voor Uithoren? Ja, Automaatje, dat is toch een geweldige organisatie. Als u kijkt hoeveel vrijwilligers zo enthousiast bezig zijn om hun dorpsgenoten te helpen. Puur door ze van A naar B te brengen. Maar niet alleen dat, want het is meer dan een taxi. Dat is het helemaal niet. Het is ook dat praatje onderweg. Het is ook die gezelligheid. Het is ook omkijken naar elkaar. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik vind dit geweldig om te zien. Heeft de gemeente eigenlijk de ondersteuning voor dit project of niet? De gemeente support dit project wel, maar het is niet van de gemeente. Alles wat er hier gebeurt, wat te maken heeft met sociale samenhang, omkijken naar elkaar, ja, dat draag ik een heel warm hart toe. Maar dat is wel bekend, dat die sociale samenhang iets is wat mij heel erg aan het hart gaat. Daar zet ik mezelf voor in. En als ik zie dat er dit soort initiatieven in de gemeente zijn, ja, dan moet ik daar toch wel eventjes gaan kijken. En dan heb ik hier ook chauffeurs van Automaatje. Hoe lang doen jullie het al? Ik nog niet zo heel lang. Ik ben nu 4-5 maanden bezig. Met heel veel plezier. Maar hoeveel ritten doe je dan in de week? Het varieert heel erg. Meestal doe ik 4 tot 6 ritten. Dat is best wel veel. Dat is eigenlijk elke dag of een paar op één dag. Het zijn heel vaak meerdere op één dag en heel vaak hele kleine ritjes. Ja, ik doe het ongeveer 2 jaar. En het is heel leuk werk. Mensen zijn heel dankbaar. Maar ik doe het 1 dag in de week omdat ik heb nog meer te doen. En dan hou ik die dag helemaal vrij. Ja, ik vind het contact met de klanten heel erg leuk. Vooral ook omdat de mensen altijd blij zijn als je aankomt. En omdat je 1 op 1 rijdt, ben je gewoon bijna altijd op tijd. En dat is voor mensen heel erg waardevol. Automaatje, wat een dankbaar instituut is dat toch. Er is nog niet een grootheid uitgevonden om dankbaarheid te kunnen meten. Maar als we dat konden, dan doen we het goed. Dan scoren we hoog. Wat we wel kunnen, zijn aantallen. Zoals 7500 ritjes. Maar er zijn nog wel een paar andere mijlpalen die we hebben. Ik zal meteen nog terug. En dus hebben we de taart, om ons even te beginnen. Ja. Want een feestje heb ik altijd geleerd, 4 in de taart. En dan heb ik ook nog een hele bijzondere aanwezig hier. Die ik zou willen vragen om de taart te snijden, namelijk Natasja Groep. Mijn voorganger. De illustere geestelijke moeder van de Automaatje Uithoorn. Ja, jij mag het ook nu, dat mag. Ja, dan krijg ik het even. Lieve Natasja, ik zou je willen vragen zo meteen de taart vast aan te snijden voor de mensen die hier zijn. Oh, garde mes. En dan heb ik een gesprek met een planner, Joop, en nog een chauffeur, Trudy. Hoe gaat het met plannen? Nou, gaat heel goed. Hoe werkt dat dan? Iemand gaat bellen naar jullie? Ja, we hebben chauffeurs en we hebben deelnemers. Dat zijn de mensen die gebruik maken van de chauffeurs. De chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers. En dan belt er een... Het moet er 2 dagen van tevoren, als je gebruik wil maken van zo'n ritje, moet je 2 dagen van tevoren bellen. En dan krijg je zo'n planner, ik bijvoorbeeld aan de lijn, zeg wat je wilt, naar de waterlinie bijvoorbeeld. Hoe laat je daar moet zijn en hoe laat je dan weer opgehaald worden. Nou zeggen wij, we gaan op zoek naar een chauffeur voor u. En dan als het lukt, dan bellen we u terug. En dan gaan we op zoek naar een chauffeur. Wat maakt het nou zo leuk? De mensen. En ik vind de mensen gewoon ontzettend leuk. En je hebt een praatje met de mensen, soms is het heel gezellig. En soms vertellen ze hun moeilijkheden en waar ze mee zitten.
Ja, gewoon de mensen. En ik heb het altijd heel gezellig met ze. Ik kan me zo voorstellen dat je dan ook hun lief en leed meeneemt. Heeft u daar geen last van? Nee, ik heb jarenlang als behandelaar in de psychiatrie gewerkt. En als je daaraan begint, dan... Nee, dat neem je niet mee. En dat automaatje, is dat eigenlijk landelijk of is dat alleen in onze regio? Ja, het is een landelijk initiatief van de ANWB. Die hebben in 2015 bedacht en dit uitgerold als concept. En inmiddels draait het in 130 gemeentes in Nederland. Dus 1 op de 3 gemeenten in Nederland, daar vind je een automaatje. En het is altijd een lokale activiteit. Dus het is echt de mensen in Uithoren, die worden gereden door chauffeurs uit Uithoren. Mensen in Aalsmeer door Aalsmeerders. Amstelveen door Amstelveeners. Bijna 500 ritjes. Waanzinnig. Oh. Dankzij jullie. Applaus voor jezelf. Andere mijlpaal is dat we inmiddels meer dan 100 actieve deelnemers hebben. In totaal staan er 600 mensen ingeschreven in Uithoren. Maar actieve deelnemers, dat zijn de mensen die dus ook 1 of meer malen per maand gebruik maken van automaat. Dat is veel, want dat is een hoger aantal als we ooit gehad hebben. Ik heb wat kleine cijfertjes die op dat schermpje daar langs lopen. Kijk daarna, best grappig om te zien hoe groot dat ook alweer is. Heb je eens gezien dat ik? Dan hebben we. Geen opletten willen, hè? Dan hebben we Bart, die ook nog een mooie subactiviteit ooit heeft uitgerold, namelijk de gezelligheidsritjes. Waar hier heen gaat. Bart zit niet stil, die gaat gewoon door. Heel goed. Dus ook dat is een geweldige mijlpaal. We zijn een aantal chauffeurs, die zitten alleen maar achter het stuur. Dat is echt niet normaal. Ik noem Jaap, ik noem Ron, ik noem Bart, ik noem Kees, ik noem Maaike. Dus we zijn altijd ook nog op zoek naar extra vrijwilligers. Ja. Waar kunnen mensen iets vinden hierover en waar meld je dan aan als chauffeur? Ja, je kan het sowieso vinden op onze eigen website, automaatje-uithoren.nl. Daar staat informatie. Ze kunnen op de dagen dat we open zijn, en dat is nu de maandag, de dinsdag, de donderdag en de vrijdag, tussen 9 en 12 bellen, gewoon met het algemene nummer. 0297-303-103. Dan krijgen ze iemand van de planning aan de telefoon en die kunnen dat dan doorgeven, zodat ik uiteindelijk met ze contact opneem om te kijken of ze kunnen toetreden tot het vrijwilligerslegioen. Nou, we hopen dat het nog jaren door kan gaan en dat er nog heel veel chauffeurs bijkomen. Dankjewel. Graag gedaan.